Die Sentrum van Uitnemendheid, Ekonomie en Handel van Agri Suid-Afrika gaan groot tyd spandeer van jaar en druk toepas rondom energie in Suid-Afrika. Eskom is onder groot financiële druk. Beerdkrag is alledaags tot soveel as skedule 6, wat groot uitdaging ten opzichte van ons energieverskaffing en dit wat ons nodig het om die ekonomie in die gang te hou, druk toepas en vir ons uitdagings gee. Daarom sal moet ons werkswijze ontwikkel waarin ons van landbou positioneer, wat is ons opinie en strategie ten opzichte van energievoorsiening in die toekomst. Ek dink dis baie belangrik dat landbouw, een volhoudbare plan ontwikkel, dat ons vennote binnen die economie kry, dat ons die, in samenwerking met Agbus en onderhandelinge binnen BUSA die besigheid gesamentlik een plan kry. Hoe lyk energieverskaffing in die toekomst? Wat een rol moet Eskom daarin speel? Hoe moet hy omgeskakel word? Wat is die volhoudbare gedeelte? En waarvoor moet ons saam beding om by een volhoudbare model ten opzichte van energiesekerheid vir Suid-Afrika by uit te kom? Dan sal landbou ook binnen ons sentrum van uitnemendheid alternatieve ontwikkel wat deel is van die groter plan, maar wat landbou op die voorvoet kan plaas, sodat ons kan deelneem aan hernieuwbare energie. Dit moet landbou in staat stel om ekonomies volhoudbaar te produseer. In aggenome die groter prentjie van elektrisiteitsvoorsiening in Suid-Afrika, maar landbou sal ook na homself moet omsien. Bekostigbaarheid van energie, die toegankelijkheid van energie en die gereedelike beskikbaarheid en die betrouwbaarheid van energielewering aan die landbousektor. En daar speel hernieuwbare energie een groot rol en hierdie ontwikkelingswerk moet gedoen word. Twee hekies is geïdentificeer wat tans ons deelname aan hernieuwbare energie beperk. Die eerste is dat die tydsraamwerke is baie hopeloos te lang. Dit vat omtrent 3 jaar van aansoek tot registrasie van NERSA. Dit moet afkom binnen 1 financiële jaar. Daarop sal ons groot fokus hierdie jaar. Die tweede gedeelte is, daar is geen homogene toepassing van die daargestelde wetgeving binnen Eskom vir aansoekproses as ook koste van hierdie verskillende komponente binnen die aansoekproses nie. Dit is die twee fokuspunte waarop ekonomie en handel hierdie jaar gaan fokus om landbou te positioneer vir volhoudbare en dan ook vir versekerde energielewering aan die sektor.